In het Vlieders Museum is een opmerkelijke expositie te zien. In de Ingenieur Boszaal is een grote verzameling foto's tentoongesteld, die is samengesteld door de historische vereniging. De collectie bestaat uit dorpsgezichten van de vroegere wijk C, die begon bij de Grote Kerk en eindigde bij de Tolsteeg. Merwe TV bracht een bezoek aan de tentoonstelling en werd rondgeleid door Wout van Rees. Uit welke periode dateren de foto's die hier in deze zaal worden tentoongesteld? Nou, de foto's die hier hangen, die dateren uit de periode van 1950-1960. Er zijn ook wat foto's die zijn van voor 1950 en er zijn ook nog wat foto's van daarna. Maar de rode draad die er doorheen loopt is de jaren 50-60, zoals toen wijk C in elkaar zat. Is ook bekend wie deze foto's gemaakt heeft? Nee, dat niet. Kijk, er is de fotocollectie van Telaak, die is voor een groot gedeelte gebruikt. Wij als historische vereniging hebben vrij veel foto's. En die foto's, daar ben ik in gaan zoeken om te kijken hoe kon ik tot een mooie collectie komen. Op een gegeven moment kwam ik erachter dat er nogal wat blinde vlekken in zaten. En dat vond ik te veel vlekken die dus niet herkenbaar waren op foto's. En ben ik dus de mensen op gaan zoeken die ik dan kon. En ben ik gaan vragen, joh, hebben jullie nog een foto? Nou, zo zijn er dus 20% van de foto's. Dat komt dus uit een privécollectie. Die ik dus dan bij die mensen gehaald heb, zelf gescand en verwerkt heb in de tentoonstelling. Is hier ook nog gebruik gemaakt, want dat zie je ook wel, van prentbriefkaarten die vroeger bijvoorbeeld verzonden worden met het onderschrift Groeten uit Sliedrecht? Ja, nee, die hangen hier niet. Nee. Er zijn wel natuurlijk prentbriefkaarten, maar daar is geen gebruik van gemaakt. Het zijn puur de foto's en als aanvulling op de tentoonstelling heb ik zelf een fotoboek in elkaar gezet. En in dat fotoboek staan dus ongeveer 80% van de foto's die hier hangen, staan in mijn fotoboek. Maar daarnaast staan in mijn fotoboek staan dus ook nog andere foto's die hier niet hangen. Terwijl hier ook weer foto's hangen nog die niet in mijn boek staan. Ja. Ik heb begrepen dat er ook nog foto's op een dvd staan, klopt dat? Ja, kijk, we hadden dus de foto's voor de tentoonstelling en voor mijn fotoboek, wat ik daarnet al zei. Toen hadden we nog een sprotje foto's over. En daar hebben we van gezegd, nou, die zetten we op een dvd. En dat is gewoon nog een verzameling van foto's. Daar zeg je, ja, wat doen we daarmee? En daar hebben we een dvd van gemaakt. En die dvd die draait dus hier in het museum 2 keer op een middag. We staan hier aan het begin van de tentoonstelling met de eerste foto die begon op het kruispunt met de kerkbuurt en met de kerkbuurt, station zeg, en wijk C. Kijk, hier staat een bord met een pijl erop, start wijk C. Nou, wijk C, dat begon vroeger hier bij de Grote Kerk en dat eindigde bij de Tollesteeg. Dat was wijk C. Binnendijks zaten de oneven nummers en buitendijks de even nummers. Thans is wijk C opgedeeld in 3 stukken, want het eerste gedeelte heet Kerkbuurt, het tweede gedeelte heet Molendijk en het derde gedeelte heet Waanhoek. Nou, de foto van de Grote Kerk is altijd duidelijk als een soort herkenning voor Sliedrecht, de Grote Kerk, bovenaan de stationsweg, start van wijk C. Nou, dan wandelen we zo door wijk C heen. De foto's die hangen helemaal op volgorde en eindigen dadelijk bij de Tollesteeg. En ik ben als een soort sneeuwschuiver over de dijk heen gegaan. De tentoonstelling van wijk A, die had eerst de hele oneven kant achter elkaar. En verderop de even kant achter elkaar. Maar hier springen we gewoon over de dijk heen, zo naar de Tollesteeg toe. Ik heb dat bewust gedaan, omdat je dan een beetje de buurt bij elkaar hebt. Kijk, hier zie je bijvoorbeeld een foto van Rees die hier woonde. En daar schuin tegenover, hij Mostert. Je blijft dus de buurt op die manier bij elkaar houden. Nou, hier zie je bijvoorbeeld, dit is een hele leuke foto. Daar zat op C10, na C10 had je de abri van de twee provinciën. En op C10 zat Kapperstruik. Die zat er in een noodkeet. Dan had je op C12 de vroegere school 4, later de sportzaal. En op C14, dat was het schoolhuis
van school 4, later het arbeidsbureau. Ik heb dus zelf een fotoboek gemaakt met al deze foto's. En daar heb ik dus ook in aangegeven wat C10 was, wat C12 was en wat C14 was. Hier heb je bijvoorbeeld al een foto. Dit was pand C11. En deze foto staat dus ook in mijn fotoboek. En dan kan je dus zien C11 op het pand van Mostert, later Mostert en de Winter. Kijk, zo staat het ook in mijn fotoboek. C11, bloemenzaak van Mostert, vanaf 1936 tot 1960. Vanaf 1960 heette de zaak Mostert en de Winter en woonde de familie M. de Winter boven de winkel. En dan komen we hier bij het ziekenhuis. Dat was natuurlijk ook een bekend punt langs de dijk. Het ziekenhuis had het nummer C16. En dat was toen het nieuwe tweede ziekenhuis. Dat is geopend op 8 april 1931. En dat heette toen het Groene Kruis ziekenhuis. Nou, het eerste ziekenhuis stond in wijk A. Dit was het tweede ziekenhuis. En hier ziet u een foto van het derde ziekenhuis. Het bijzondere van wijk C was ook dat er drie straten waren. Hier ziet u één straat, de Prins Bernhardstraat. Dan hadden we verderop hadden we de Molenstraat en de Kroonstraat. Dat in tegenstelling tot wijk A en B, waar geen straten meer waren. Het was wel zo dat wijk A en B hadden binnendijks ontzettende lange stoepen. En die stoepen die hadden daar ook allemaal een naam. Je had de Julianenstoep, je had de Bosstoep, de Smitstoep. Enfin, diverse stoepen waren daar. En dat had je dus in wijk C niet. Daar waren wel binnendijkse stoepen, maar dat waren korte stoepen. En die hadden dan meestal de naam van waar ze lagen. Dus even kijken. Je had hier bijvoorbeeld de stoep naast de Apostolische Kerk, dat was er één. Je had bijvoorbeeld ook de stoep naast Gorts Stoel op het dak. En die stoep die zie je hier. Hier zie je de stoep van naast Gorts Stoel op het dak. En de foto die hangt erbij. Verder had je aan de buitenkant, had je in wijk A en B bijna geen stoepen. Maar in C had je dus aan de buitenkant had je wel wat stoepen. En hier zie je zo'n stoep. En hier zijn de mensen bezig om een straatje te leggen. En dit stoepje dat lag dus tussen Lysie Bouwman en Karel Bons. En zo waren er diverse korte stoepen aan de buitenzijde van de dijk. Nou, we lopen zo verder de tentoonstelling langs. Hier in de hoek zien we de ESO, de eerste Sliedrechtse autobusonderneming. Later werd dat de TP. En weer later de Connection. Hier zien jullie een hele bekende chauffeur, Teun Lanser, bij zijn vermoedelijk nieuwe bus. Nou, aan de kant van de TP had je het woonhuis van Ravenstein, die de eerste exploitant was van de autobusonderneming. En dan daarnaast had je Boulonois. Boulonois de herenmode, tevens kleermaker. Hier ziet u een tekening hangen van het dijkprofiel zoals wijk C eruit zag in de jaren 50-60. Deze tekening is van 1956. En u ziet de grote kerk, hier beginnen we. En het was een beetje een kronkelige dijk. En u ziet hier dat aan het eind eindigt dat bij de Tolsteeg. Dit is een gigantisch werk geweest, want Piet Staals die heeft dus de woningen die er waren, heeft die allemaal ingekleurd. Dat het of een woning was, of een bedrijf, of een boerderij, of een openbaar gebouw. Hier zijn we ook erg blij mee dat deze tekening hier hangt en dat hij die zo in elkaar gezet heeft.